Oké, we zijn dus nu met de meiden van de Girlband. Say hi! En we gaan een of andere soort challenge opnemen. Ik heb geen idee. Een soort Indonesian food. Misschien is mijn maag straks opgevuld. Ik heb geen idee. Ayam, it smells really good. So yeah. Chicken, come here. Don't go away. Don't fly away. It's like a kid, man. Let's see. It's a beetje pittig, maar heel erg niet. Kita nggak tahu mereka ngomong apa kalau bahasa Belanda ya. Kami cuma ngerti bahasa kalau kita, kita juga bisa mengomongi mereka pakai bahasa Indonesia. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu kalau mereka lagi ngomongin kita. Menurut kalian yang paling bagus siapa? Yang nomor 3 di sebelah. He's getting red. No, I'm not getting red. You don't like spice? A little bit. Oh, okay. You don't like it a little bit. Yes, now, what time is it? I think it's time to go to the toilet. You need some water. It's time to get some water. Okay. Is it samba? Okay. Yeah. So I don't mean to go. Drink it up. But I think he likes spicy things. Let's see how it goes. Programma dat zo'n kastje dat je zelf gewoon hoort tijdens het zingen en nu hoor je helemaal niks. Hij is in de microfoon. Ja. Nee, In het programma dat ik dus altijd in-ears in. Hoor je jezelf zingen, zeg maar. Hun hebben ons daar niks over gemeld. Dus we komen hier met in-ears, zeggen ze, ja, we hebben geen kastje voor jullie. Ik zie nu opeens zingen zonder in-ears. Onze gehoor heel veel. Het is even wennen, maar we got this. That's all we got. Nou jongens, mijn eerste dagje repetitie zit erop. Het was een beetje matig, vond ik zelf. Zeg maar, qua hoe we hadden opgetreden de eerste paar keer, was het echt heel erg inkomen. Want we hadden ook geen in-ears. Het geluid deed het niet. We moesten zingen opeens op, niet eens op monitoren, gewoon het zaalgeluid. En was allemaal natuurlijk even wennen. Ook moesten we ook weer even erin komen qua het belangrijkste lijf en zo. Dus voelde niet super goed of zo. Later toen we het vaker hadden gedaan, werd het wel weer beter. Voelde ik weer die energie en zo. Maar in het begin was het een beetje. Was wel kut. Omdat je gewoon, ja, je moet gewoon direct knallen. Dat is dan een beetje een stukjes begin. Dan voelt dat niet zo chill. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. En nu moet ik gewoon morgen terug op de piano. Baby, just say how you feel inside. Give me your shine up your light. I can take you off to paradise. In het hotel. Er is zojuist pizza langsgebracht op onze kamer. Hoe chill is dat? Ik heb pepperoni. Hij heeft een soort salami ham of zo gehakt. Hij heeft. Oh, is het gehakt? Nog wat? Op, broers. Wat dat was? Ik dacht alleen champignons. Hey, lasagne, jongens. Nee, hoef ik niet. Nee, mag jij wel, Steven. Dus we gaan even een duikje nemen. See die fit, see die fit. Hashtag lit. Dit, hashtag, is niet maar. Hey, het is wel buiten ofzo, of niet? Eh? Of ja, is het daar? Ja, maar dit is buiten, dit is precies. Hey, zo'n tof terrasje. Is wel een leuk zwembadje hoor. Ja, lekker. High five, kilometers. Hey broer. Hello, we can swim, right? Laat het zwemmen jongens. Ja toch. Spring er ook eens in dan, je gaat niet zwemmen. Kijk even hoe nat ik ben, jongens. Ik ga er even rustig in. Doe normaal. Ja? Hey, dat zag ik best wel een videoclip in zijn. Nou, als ik zo kijk, gewoon. Yeah. Kijk, Steven, check dit. Dit is net een videoclip. Het beeld is mooi, hè? Baby. Kom eens zingen even wat. Check dit. Baby.
Als ze hier een boomerang van zouden kunnen maken, yeah, eerlijk. You know, you need a man that is loyal. So let me treat you like you're royal. Oh, 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 oh. You know, you need a man that is loyal. So let me treat you like you're royal. Ja, oké, okay, we zijn dus hier op een fucking chique locatie en het fotoshoot aan het maken. Beetje foto's, we hebben wel nog dezelfde outfit, dat is wel jammer, want gaan we zo meteen weer switchen denk ik, of straks. Ja. Gaan ze zo meteen even de stad in, maar het is hier dope jongens. Kijk even gaan achter. Dus kijk alleen zo, sta gewoon zo. En ga gewoon zo? Ja. Damn! Of deze is ook leuk. Even kijken. Die is best wel hoog, ja? 1, 2, 3 gaat hij. Komt-ie. En het gaat maar door. Het gaat... Ja, no, joh. Hey, nog even door. Door. Het is gewoon... zeer groot. Precies zijn we dan. Wacht, ik ga het even laten zien. Is jouw goed take over? Kijk, vet. Kijk hoe hoog. Maar ja, kijk, jullie kijken deze vlog. Hou even deze jongen, hè? Ja toch, pies! Hé, hey, wat moet hij doen? Wat zou hij moeten doen? Ik heb hier veel selfies. Zo. Deze is hard. Papi. Vind die echt doe eens die andere? Die vind ik echt heel dope, man. Terwijl die andere ook wel dope vindt, hoor. Ja, ik vind ze allemaal vet. Dit was het weer. We gaan nu even verder de stad in, hè? Ja, we zijn een beetje waar, zeg maar. Ja, dat boeit niet. We gaan even de stad in en dan gaan we zien. Wat is er aan de hand? Jakarta, zeg maar. Oh, dat doen we zeg maar zo. Scherp. Wacht. Het is gewoon een racist. Hij pakt mij niet. Oh, nu wel. Oh, nee, nu niet. Hij pakt mij niet, grap. Hij pakt mij ook niet. Luca, kut camera.